Yves Leterme ligt zwaar onder vuur na het ontslag van zijn voorzitter. Niet Marianne Thijssen heeft schuld aan de verkiezingsnederlaag, zeggen velen bij CD&V. Wel de aftredend premier. Leterme erkent dat hij mee verantwoordelijk is. Ik heb al voor de verkiezingen een stap opzij gezet en ik ben uiteraard mee verantwoordelijk in goede en slechte tijden voor het resultaat. Wanneer men leiding geeft aan een partij, wanneer men verantwoordelijkheid opneemt, die toegeschoven krijgt ook, en men vult die in, dan is men ook mee verantwoordelijk voor de resultaten die van die actie het gevolg zijn. Leterme ontkent dat hij voor verdeeldheid zorgt binnen zijn partij. Ik betreur het vertrek van Thijssen, zegt hij, en ben bereid om me over mijn politieke carrière te bezinnen. Wat betreft mijn toekomstige rol en functie in de Belgische politiek, zal ik uit respect voor de militanten van CD&V en voor mijn kiezers, zal ik het gesprek binnenskamers voeren en niet op straat en niet in de media. Ook Chris Peeters noemt het plotse ontslag zeer spijtig. Over het leiderschap van zijn partij moet nu grondig gepraat worden. Ik denk dat het proces intern wordt opgemaakt. Er gaan scherpe en duidelijke analyses gemaakt worden. En laat ons dat eerst intern doen en dan zullen we daarover communiceren. Het ontslag van Thijssen heeft ook de oude garde opgeschrikt, want niemand had dit verwacht. Op het ogenblik dat er moet onderhandeld worden, ontslag genomen, zo, dat moet zijn dat er ernstige redenen zijn. Want Marianne Thijssen is een zeer ernstige vrouw. Dus een schok bij mij, mij ondervragen en zonder een antwoord te hebben op het ogenblik. Yves Leterme speelt voorlopig zijn rol als premier. Maar het is maar de vraag of hij van zijn partij minister mag worden in een volgende regering.